Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door partymania.nl, de website voor stappen in Den Haag en omgeving. Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van WTF TV. Waar is Reen? Ik ben hier. Wat de fuck doe je? Wat doe jij? Ik kom het even van Remy overnemen. Nou, het is weer even weer een mooi WTF momentje. Michel erbij. En wat hebben we deze week? Volgens mij hebben we een heleboel leuke dingen eigenlijk. Of weet je nog niet hoe het eigenlijk gaat bij WTF? Ik weet niet hoe het gaat. Ik zit hier maar wat moet je nou doen? Dan moet je toch eens vaker gaan kijken naar ons. Want deze week hebben we natuurlijk allemaal weer leuke dingen. Zoals de intocht van de Sint. Oh ja, daar ben ik bij geweest. Dat is helemaal vergeten. Inderdaad. En de eerste paal die op het Norfolk-terrein wordt geslagen. Geboord. Was een boord achterschroef. We zijn de hele tijd geslagen, maar op het laatst kregen we te horen, hij was geschroefd, man. Ja, dat is wat de fuck toch? En we hebben natuurlijk de repetitie van de landing op Scheveningen. Ja. Van een of andere koning. Ik weet nog steeds niet wie de koning is. Hij hield in ieder geval van klassieke muziek. Ja, dat wel. Ja. Maar altijd bij ons is het altijd, dat doet Reem altijd. Ik weet niet of jij het toevallig al hebt uitgezocht. Nee, nog niet echt. Nee? Nee. Nou, in ieder geval, we hebben genoeg in de buffer staan van Reen. Ah, Remy, zijn WTF momentje. Nou begrijp ik hem. Nee, dan gaan we in de Remy map kijken, toch? Ja, inderdaad. Okay. En die laten we, nu aan jullie zien, de eerste WTF momentje. Tremendo, druk om het jouw lobby. Leuk WTF momentje. Hou die cowboy. Ja, je bent wel lekker bezig hè, met die hoedjes. Nou, dan gaan we naar het volgende item. En dat is namelijk... Sinterklaas kapoentje. Ja, gooi hem wat in de schoentje. Hij is weer in het land. En we wouden ook live gaan, maar helaas is dat niet gelukt door TV West. Ja. Maar daar genoeg over geluld. We laten nou wel eens even aan jullie zien hoe de intocht is gegaan. Kijk maar even mee. We zijn met WTF TV in de haven van Scheveningen en ik zie hier een lifeguard boot. Die hebben ze hard nodig hier op de boot, want het zijn allemaal mafketels in een bakkie. Hey, maar mevrouw gaat aan de kant, wegwezen, hoppakee. Nee, gekheid. De Sint komt binnen en de boten liggen al klaar. Toch wij compleet kierenwiet zijn om op zo'n boot te gaan staan dansen en om nog eens zo'n pakje aan te trekken. Ja, de kindertjes hadden in ieder geval fantastisch en daar gaat het om. De kinderen gaan voor en als die maar naar hun plezier hebben en die mafketel in die pakjes op die boot, die verdienen toch niks. En toen we vanaf de haven naar de Keizerstraat gingen, was het natuurlijk echt een klerenzootje. We moesten rennen, springen, vliegen om deze Piet hier dus te kunnen zien dansen. En natuurlijk ook die politiepaarden die elke keer maar in beeld waren.
jij maar lachen. Ik snap toch niet dat die pieten zo kunnen lachen en zwaaien. Het is niet verdiend werk. Het is allemaal gratis. Ja, je maakt kinderen blij. Dat is het enige positieve eraan. Deze wist helemaal niet meer wat ze moesten met die tassen. Erin, eruit. Nou ja, die lakeien van die Sint. Dat waren er een paar jongen. Die hadden een paar speerpunten. Als je die in je kop krijgt, ben je dood. Maar kijk, de Sint is zwaaien dan. Ja. Hallo. Hallo Sint, hallo. Alles goed? Hallo. Ja, hier zo. Ja, hallo Sint. Ga meteen naar huis. Oh, je gaat gelijk naar huis. Nou, opplukken dan. Mazzel. Hallo, wat een fucking land is dit. Zeg, wat een fucking kutland is dit. Al die politie en lakeien op mijn klote land. Hier komen luisteren. Je loopt maar daar in de weg. Zoals jullie dus konden zien, ja, de Sint is weer in het land. En hij is weer leuk bewerkt namelijk, dat filmpje, zoals jullie dus hebben konden zien. En ja, dan gaan we naar het volgende item. En dat is namelijk de landing van de koning. Welke koning? Ik zou het niet weten. Maar we kijken er nu uit. De mensen gaan nu van het strand af, wat er gaat gebeuren, moeten we even kijken. En we zullen het zien. We gaan met onze camera op het apparaat gaan we even kijken wat er allemaal leus is. Parachute gezien? Ik niet, maar die komt aanstaande zaterdag wel, hè? Ja? Ja, komt er een parachute. Ik zag gewoon een vliegtuig gisteren overvliegen. Ik zag het in mijn ooghoek, want ik was natuurlijk aan het filmen. Maar er komt een parachute die de landing van de koning gaat doen. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het zoals bij goede tijden is, weet je, dat die in één keer naar beneden valt. Nee, maar dat kijk ik ook niet. Maar ik weet dat er eentje wilde parachute springen gezat op het... Ja. En die is te pletter gegaan. Ja. Dus ik hoop dat niet dat dat aankomende zaterdag gaat gebeuren. Want, Moet ze een bak met water halen om die resten van de koning? Ja. Want dan moet het wel afgemaakt worden, die show. Ja. Maar in ieder geval, jongens, jullie weten altijd. Waar is Mickey? Ja. Waar is Mickey? Inderdaad, dat wou ik net eigenlijk aan de mensen gaan vertellen. Mickey, natuurlijk, wat we vorige week al zeiden. Ja, die zou vader worden en ja, hij is geboren, het kindje. Ja, maar dus, dat zeggen Mickey niet. Nee, Mickey niet. Maar in ieder geval. Naar de kerk. Ja, in ieder geval. Maar we willen Mickey en Angela natuurlijk heel erg bedanken en feliciteren met hun wondertje. Helemaal goed. En dat ze veel geluk hebben met z'n drietjes saampjes. Met z'n drie. En volgende week proberen we natuurlijk wel weer een stukje van Mickey met zijn modelbouwwagen. Ja, dat is wel leuk. Het zijn leuke wagentjes, ja. Een leuke hobby. Ja. Ik wou dat ik het had. Ik ook. We gaan nu even naar het volgende. Ja. We gaan weer even, het is even weer regentijd. What the fuck? In the same game, we do it big and my niggas do the same thing. I'm throwing signs and you looking cause I gang bang. I'm from a hood where everybody gang bang. Huh? Was weer een leuk WTF momentje. Wat een grappig.
Ja, ik vond hem wel weer cool. Hij zoekt er ook echt naar, weet je. Ja. En we gaan dus naar het volgende item. En dat is namelijk? De paal? Ja, inderdaad. Welke paal was dat ook weer? Ja, ze zeiden van de eerste paal wordt in de grond geslagen voor het theater op het Noordvolkterrein. Ik ben een beetje vergeetachtig volgens mij. Nou, we hebben geen paal gezien. Nee. Er is een gat gegaan. Ik heb geen paal gezien, jij hebt het over een paal, maar... Nou, in ieder geval in de gemeentebrief stond inderdaad, er wordt de allereerste paal geslagen. Nou, daar zo mag je sowieso niet heen. Dus daar werd het eerste gat geboord. Ja, en daar moest die paal heen. Daar werd de beton omheen gedaan. Stomboos. Maar in ieder geval, we gaan daar eens even naar kijken, jongens. Nou, een slim plan. Want als ik bij het doorlullen, dan kijken jullie er niet naar. Dat duurt alleen maar langer en langer en langer. We staan hier voor Scheveningen Nieuws en WTF TV. Achter mij wordt de eerste paal straks geslagen in de grond voor de concertzaal die hier achter mij gaat gebouwd worden. Er is natuurlijk heel veel tegenstand geweest vanuit Den Haag, vanuit de bewoners, omtrent het spui. De Anton Philipszaal moet weg en er moet een nieuw gebouw voor uitreizen. Nou, dat gaat gebeuren nu. Daarom komt hier een concertzaal, zodat orkesten en alles erop en eraan hier kunnen blijven optreden tot die nieuwe concertzaal klaar is. Als de paal wordt geslagen, blijkt er ook een mooie show te zijn. En als die show begint, zijn wij er natuurlijk bij van WTF TV en het Scheveningen Nieuws. We zijn hier zo, met WTF natuurlijk en Scheveningen Nieuws, bij de eerste paal die in de grond gaat. Voor wat? Ja, voor het nieuwe theater die ze hier willen gaan bouwen. Omdat ze het oude, ja, die willen ze gaan slopen in de Anton Philipszaal natuurlijk. Ja, zonde allemaal, weet je. En ja, iedereen zijn mening daarover, weet je. Ik vind, mijn mening, ja, meer cultuur, hoe beter, ja toch. Ja, we gaan eens even kijken wie dan die eerste paal erin gaat slaan. Of het wel gaat gebeuren. Hier achter mij nog het golfterrein. Dat heeft nu ook moeten wijken voor het nieuwe cultuurpaleis. Het is koud hier. Ik heb mijn handje in mijn jas. Ik ga maar een ander plekje opzoeken. We staan hier dus met een bewoner hier van Duindorp. En ja, wat vindt u er eigenlijk van dat nu het nieuwe theater komt? Nou, ik vind het wel mooi. Er wordt tenminste wat gedaan. Het was hier ook maar een braakliggend terrein en een rommel. Dus ik vind het wel mooi dat het er komt. En wat vindt u ervan dat het Anton Philipszaal dan daardoor weggaat en een nieuw theater komt? Ja, dat is wel jammer. Maar ja, het is te klein, zeggen ze. Dus dan wordt het tijd dat het wat groter gaat worden. Ja, inderdaad. Maar ja, inderdaad, wat u al zei, nu is er inderdaad wat meer te beleven hier in Duindorp. Ja, nou dat vind ik ook. Ik vind het wel mooi dat het hierheen komt. Dus het is maar voortijdelijk en daarna zien we wel weer wat er gaat komen. Het is beter als dat ze straks de hoogbouw maken van 90 meter hoog, het nieuwe hotel, wat ze van plan zijn. Ja. Dus we laten het maar over ons heen komen. We hebben toch weinig te zeggen, denk ik, erover. Ja, zo komt het inderdaad over. Ja, inderdaad. Nee, ja, het gebouw blijft sowieso staan, heb ik vernomen. En dan er komt er iets anders in, schijnbaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Niet dat ze 4 miljoen of 5 miljoen zomaar weggooien.
En het daarna weer afbreken, dat denk ik niet. Nee, inderdaad. Ja, gemeente Den Haag doet wel gekke dingen, maar zoiets geks denk ik dat dat niet gebeurt. Maar ja, maar we wachten het wel af dan. Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind het wel mooi hoor. Ja? Ik vind het wel leuk dat het er komt. Oké. Okay. Dus, ja, je zal wat gauwer naar een theater gaan, denk ik. Je zal het wat gauwer opzoeken hier zo. Dit mensen, dit zijn toch wel de gaafste dingetjes hoor. We maken deze harde knal geven. We staan hier naast Richard van Party Mania, natuurlijk onze sponsor. Ja Ries, we zijn hier. Wat vind je ervan? Ja, helemaal kikken. Ik ben al voorstander van het Spuiforum natuurlijk. Ja, dan gaat dit vandaag gebeuren. Ja, ik vind het helemaal fantastisch natuurlijk voor Den Haag. Voor Scheveningen is het weer een pluspuntje natuurlijk. Dus ja, win-win situatie. Ja, inderdaad. Want ja, het is natuurlijk goed voor Scheveningen dat er een beetje cultuur hier zo komt. Ook voor de kinderen natuurlijk. We hadden jou natuurlijk gezien bij SBS natuurlijk. Dat je echt helemaal fanatiek enthousiast over bent. En hoe lang denk je dat het zal duren voordat hij er staat? Nou, als het aan mij lag gisteren. Want ik zie met het Spuiforum, we gaan het even over het Spuiforum hebben, zie ik een hele grote marktwerking naar buiten toe als dat ding er staat. Nu ligt Den Haag aan een infuus en nu wordt het hart eigenlijk teruggezet in de stad. Want als het gebouw er staat, ja, dat heeft een gigantische marktwerking naar buiten toe. Want er komen 3 zalen, er komt een school in te zitten. Dus ja, als die scholieren overdag pauze hebben, ja, die gaan allemaal eventjes een hamburgertje halen, even een broodje halen. Is de pen kapot, kan je op loopafstand even een pen kopen. Ja, zo ga maar door. Is er s'avonds een optreden, is het afgelopen, ja, dan krijg je toch een doorstroming in de stad. Want iedereen is al in de stad. Nou, dan ga je toch even snel een drankje op het plein drinken of op de grote markt. Ja, en dat is de marktwerking die ik bedoel naar buiten toe. En iedereen is tegen, maar kijk eens toch eens naar de marktwerking, want dat is gewoon gigantisch. Ja, nee, inderdaad, het wordt iets heel groots natuurlijk. En wij zijn erbij als die geopend wordt. Nou ja, ik ben er 100% zeker bij met mijn camera. Dus hou Party Media in de gaten en hou mij in de gaten, Richard Kantas op Facebook. Dus hele mooie foto's trouwens. Dus we gaan ervoor. Ja, inderdaad. Nou mensen, zoals je kan zien, het wordt al aardig druk hier. Dus veel mensen. We dachten eerst van, nou, waar is iedereen? Maar ze komen opeens allemaal de hoek om. En allemaal voor de eerste paal, hè? Daar is het en daar gaat het gebeuren. En een heleboel mensen, joh. We gaan eens kijken. We staan hier bij die machine, hij staat aan. Het gaatje wordt gemaakt voor de paal. En ik hoop niet dat er wat omhoog gaat vallen. Ja, wat een machine is dat, hè? Hoe lang zal dat nou duren? Ik sta hier naast mevrouw die natuurlijk de machine heeft aangestapt. Wie bent u? Ik ben wethouder Marjolein Niehoff. Van? Van de, met de portefeuille onder andere Spuiforum. Dat doe ik samen met mijn collega Marnix Noorder. En ik doe het omdat ik cultuur in de portefeuille heb. En ja. Het Zuiderstrandtheater is zometeen gevuld met cultuur natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk goed voor de Scheveningers en ook voor Duindorp. Want ja, een beetje cultuur hier zo is altijd fijn. Wat vindt u er nou van dat die machine nou aan stond en dat het nu eindelijk toch gaat gebeuren? Ja, dat is wel kicken moet ik je zeggen hoor. En dan opeens zie je die schroef, het is een soort grote schroef. Gaat niet heien, maar het zijn dus boren. En er moeten er nog 159, geloof ik. Dus we zijn nog even bezig. Maar van de zomer, komende zomer, ja, dan kunnen we volgens mij apetrots hier rondlopen en fietsen en kijken. Nou ja, gewoon prachtig theater. Iedere dag feest. Iedere dag is een feest. Want wat komt er eigenlijk in? Wat voor grote orkestengroepen komen er eigenlijk? Nou, eigenlijk wat je nu ziet op het, in het Lucendans Theater en in de Philipszalen, dat komt hier. Dus dat is van alles en nog wat. Dat is bij wijze van spreken van klassiek orkest tot Marco Borsato, tot dans, tot Hindoestaanse voorstelling. Alles kan hier gebeuren.
Oké, nou, we zijn benieuwd en ja, we wachten dan wel, hè? Oude discotheek der leven. Op zaterdag 21 december. De discotheek Sandokan Reunie 2013. Terug naar de jaren 70 en 80 met DJ's Michiel van der Brugge en Harry Mulder. En Live Act. Queen Mitchie. The Dutch Divine. Zaterdag 21 december. Barbie's Bar. Keizerstraat 56 Scheveningen. Kijk voor meer informatie voor voorverkoop op www.discotheeksandokan.nl. De discotheek Sandokan Reunie 2013. Vonden jullie deze aflevering nou ook zo leuk? Like hem, deel hem, zing erover, praat erover, wat dan ook. In ieder geval, laat de mensen het allemaal zien. En ja, neem natuurlijk ook even een kijkje op onze Facebookpagina, onze internet, onze YouTube, onze Twitter. In ieder geval, een heleboel om naar te kijken naar Van WTF. Hey jongens, tot volgende week. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door partymania.nl, de website voor stappen in Den Haag en omgeving.